Welkom bij Economie met Tito. In deze video gaan we kijken naar de uitgangspunten die de overheid gebruikt bij het heffen van belasting. We gaan het hebben over het draagkrachtbeginsel, het solidariteitsbeginsel en het profijtbeginsel. Ook gaan we kijken naar het verschil tussen progressief, degressief of proportioneel belastingheffen. Op deze afbeelding zie je op de voorgrond een sloppenwijk met erg veel armoede. Terwijl je in de achtergrond juist een grote stad ziet met veel hoge gebouwen waar mensen wonen en werken. Een heel duidelijk verschil tussen extreme armoede en rijkdom. In Nederland kennen we dit extreme gelukkig niet. Dat komt onder andere door bepaalde keuzes die de overheid heeft gemaakt. Bij het heffen van belasting hanteren we in Nederland het draagkrachtbeginsel. Als je in staat bent veel te betalen, moet je in verhouding ook meer betalen. Dit zie je goed terug in de tarieven voor inkomstenbelasting. Wanneer je een hoger inkomen hebt, moet je procentueel meer belasting betalen. Dit heet een progressief belastingtarief. Het tegenovergestelde is een degressief tarief. Je betaalt dan in procenten juist minder belasting als je een hoger inkomen hebt. Dit komt op sommige plekken in Zwitserland voor. Bij een proportioneel tarief geldt voor alle inkomens hetzelfde belastingtarief. In Midden- en Oost-Europa komt dit in een aantal landen voor. Ook hanteren we het solidariteitsbeginsel in Nederland. Iedereen moet een deel van het inkomen afstaan. Hiermee helpen we mensen zonder of met een laag inkomen. De sterken uit de samenleving helpen dus de zwakkeren. Dit heet solidariteit. Dit zie je terug door bijvoorbeeld het stelsel van sociale zekerheid uit hoofdstuk 5 en bepaalde toeslagen zoals de zorgtoeslag. Tot slot hanteren we ook het profijtbeginsel. Hierbij hoef je alleen te betalen voor iets als je er ook profijt, dus voordeel, van hebt. Heb je dit niet, dan hoef je niet te betalen. Een goed voorbeeld hiervan is de wegenbelasting. Als je geen auto of motor hebt, hoef je die niet te betalen. Je maakt dan geen gebruik van de snelwegen. Als je wel een auto of motor hebt, dan moet je wel wegenbelasting betalen. Je hebt dan profijt van de snelwegen. Al deze beginselen helpen het verschil tussen arm en rijk kleiner te maken. Wanneer het verschil in verhouding kleiner wordt, heet dit nivellering. Je ziet in de afbeelding rechts dat er eerst een verschil was tussen de allerarmste en de middelste rij. Bij puntje 2 is dit verschil kleiner geworden. Dat is nivellering. Helaas zien we in dit voorbeeld ook dat de rijkste persoon nog net zo rijk blijft. Eigenlijk is het verschil tussen heel rijk en arm dus niet echt kleiner geworden in dit plaatje. Wanneer de rijken in verhouding juist rijker worden en het verschil dus groter wordt, dan noemen we dit denivellering. Dit is dus het tegenovergestelde van nivellering. Dit was Economie met Tito over uitgangspunten bij belastingheffen en inkomensverdeling. Vergeet niet de video's te liken en te abonneren op dit kanaal. Als je nog vragen hebt, stel deze dan vooral in de reacties.